Vandaag gaat Beno Stad bij uitzondering over iemand die nog leeft. Een bekende Groninger kunstenaar die volgende week zijn 70ste verjaardag hoopt te vieren. Martin Tissing. Hallo Beno. Martin, hallo. Alvast van harte gefeliciteerd. Dank je hartelijk. Ik hoop dat ik het haal. En ik ga op zoek naar de plekken die in jouw leven een belangrijke rol hebben gespeeld. Mm-hmm. Martin Tissing is eigenlijk de enige nog levende Groninger kunstenaar die de hele opkomst van de moderne kunst in Groningen van na de oorlog heeft meegemaakt. Zo is het toch, Martin? Ja, absoluut. En ik ben er niet trots op dat ik de enige ben, maar het is wel zo. Ja. Jij hoopt volgende week, 14 maart, je 70ste verjaardag te vieren. Ja. Waar stond jouw wieg? In Groningen, aan de Korreweg. Nummertje 125. Dit was het geboortehuis, Korreweg 125. Hier kwam de familie Tissing in april 1933 wonen. En het gezin bestond toen uit vader, die beambte was bij de Nederlandse Bank, moeder en twee zoons. Nou, en hier, aan de Korreweg, bracht Martin zijn jeugd door. Deze plek was van beslissende invloed op het verdere leven van Martin. Hier lag een ponton draaibrug van de Korreweg over het Van Starkenborghkanaal. En die brug die was bij de bevrijding opengedraaid en kapot gekomen. En zo bleef hij tot 1952 als het ware een vleugellam in het kanaal liggen. En op die brug, daar zat Martin vaak te mijmeren. En zo moest hij op een dag denken aan de reproductie van Vincent van Gogh die bij hem thuis aan de muur hing. Korenveld met kraaien. En toen, boven de stad, kwam een donkere onweerslucht opzetten. En ineens viel daar zonlicht door. En dat beeld, toen wist Martin, ik moet kunstenaar worden. Martin, jij had bij het Van Starkenborghkanaal het licht gezien. Je wilde kunstenaar worden. Wat vonden je ouders daarvan? Vreselijk. Ja? Oh, vreselijk. Mijn moeder die barst in huilen uit en mijn vader zei, als je dat gaat doen, als je dat wil gaan doen, dan breng ik je benen. Maar je hebt toch doorgezet, ja, na de HBS? Ja. Ja. Op een gegeven moment waren ze zo wanhopig dat ik dacht, nou, dat moet dan maar. Ja. En ik ben naar Minerva gegaan. Dat was in 1953? Ja. En ik heb begrepen, op Minerva heb jij ook je eerste grote werk gemaakt. Iets met een wand. Een wandschildering. Ja. Dat was boven in de Minerva heette vroeger eigenlijk drie scholen tegelijk. De Zeverschool, de HTS en onze school Minerva. We zaten in één gebouw, bij Bedouilleplein, dat is een moderne gebouw. De bovenste verdieping, hè? Bovenverdieping hadden wij, Minerva. En er werden op een gegeven moment twee lokalen, kleine lokalen, genaast door de Zeeuwenschool. Die breiden steeds verder uit. En die twee lokalen die zijn tot één lokaal gemaakt. En toen bleek, toen de leraar ging praten in die klas, deze leerlingen, dat er een enorme weerkaatsing kwam, in een soort echo in die lokaal. Toen is er een handige vogel geweest, die heeft bedacht van, als je op die achtermuur op latten jute spannen,
zo lokaal breed, 8 meter breed en 2 meter hoog, dan zijn we van die bijgeluiden af. Maar toen kreeg je het effect, die man die zat de hele dag tegenover een 16 vierkante meter... Vreselijke muur. Jute. Ja. En toen is er, ik denk, een prijsvraag geweest. In elk geval, ik heb dat toen gedaan en een grote wandschering gemaakt op die jute dingen. En dat is een mooi ding geworden en helaas verdwenen. Ja. Totaal verdwenen. Ja. En toen in 57 was je klaar met Minerva. Ja. Heb je eerst een militaire dienst gedaan en toen ben je aan het werk gegaan. Hè? Je hebt van Willem Valk Een van de leraren van de school, Willem Valk, was eigenlijk een stadsbeeldhouwer van Groningen. Een bekende beeldhouwer. Ja, ja. Ja, ben ik uitvoerder geweest, heet dat. Ja. Daar moet je dus voor hakken. Ja. Ja. Maar jouw passie was toen al de schilderkunst. Ja, schilderkunst heeft me onmiddellijk gegrepen, omdat je een schilderij kan je op een dag 4 keer veranderen. Een beeld kan je nooit meer veranderen. En daarbij, ik vond ook de tempo van het beeldhouwen afschuwelijk. Ja. Het is een prachtig vak voor mensen die adem hebben, zoals de middeleeuwers of de Egyptenaren, over 4 jaar 1 beeldje hakken. Vanwege die passie heb jij toen eigenlijk direct ook een atelier genomen. Ja, in de Smakkerschap. Ja, hier, achter in de Smakkersgang, daar was het atelier. Tot zo'n 15 jaar geleden. Toen is het gesloopt en vervangen door deze nieuwbouw. Het atelier werd ook veel door anderen gebruikt. Bijvoorbeeld door zijn goede vriend, de fotograaf Sanne Sannes. Ja, en Martin was veel weg. Bijvoorbeeld studiejaren in Rome, Marokko, Polen. En als je niet weg was, had hij ook banen op scholen. Middelbare scholen. En vanaf 1974 op de lerarenopleiding Bohemius. En vanaf 1978 op Academie Minerva. Maar als het even kon, was Martin Tissing in zijn atelier. Martin, dat ben jij in je jonge jaren. Ja. In het atelier aan de Smakkersgang. Aan de Smakkersgang. Ja. Aan het boetseren. Ik ben daar 22 en Annie is iets ouder. Dat is Annie Vriesen. Ja, daar ben ik later mee getrouwd. Ja, die heb je leren kennen op Academie Minerva. Academie Minerva, ja, die zat 1 klas hoger. Ja, ik ben haar in boezeren. Dat ding is helaas mislukt bij het gieten in gips. Maar het was een mooi kop. Maar je kunt hier zien aan het licht, wat een prachtig atelier er was. Het had daklicht, 8 meter daklicht in de verzek. Een beeldschoon atelier. Ja. En ik heb begrepen, begin jaren 60, zo 62, toen reden jullie op de scooter naar het Groninger Hogeland. Ja. Naar Ezingen. Ja, op een Vespa. Ja, met veel plezier. En jullie ontdekten de Allesmaborg. Ja. En hoe ging dat daar? Ja, op een gegeven moment konden we dat zelfs huren. Nou, in het begin was het verschrikkelijk, dat was middeleeuwen. Koud, vooral in de herfst en de winter natuurlijk. Koud, enorme tocht, ratten onder de vloer. 1 kachel, weinig geld. Ik had een klein baantje aan een middelbare school. Maar ja, romantiek van je welste. En we waren gastheer en gastvrouw van een heleboel collega's. Ja, want vanaf 64 zijn jullie er echt gaan wonen, permanent. Ja. En het was een soort centrum voor kunstenaars. Nou, dat werd het op een gegeven moment. Edu Groskowski. Ja, heeft er gewoond met ons. Sanne Sanners. Maar we ontvingen ook verhaal in het weekend beeldhouwers en schilders die wij goed kenden. Karel Pelgrom uit Finsterwolde, Harry Huisman, een schilder, Jo van Dijkamp natuurlijk en Harry de Wolf. Ja, als je een groot huis hebt, dan wil mensen graag komen. Ja. Ja. En jij bent daar gebleven tot... 73. 73, ja. Je was toen, ben je ook weer naar Polen gegaan voor een jaar, daarna nog een jaar. Ja. Dus toen was voor jou de periode... Alles maar af.
Martin, in 1962, september, oktober 1962, had je je eerste solo-tentoonstelling. Hè? Ja. Waar was dat? In Galerie de Mangelgang aan de Lage Dra hier in Groningen. De Mangelgang, dat was een eigenlijk van oorsprong een particulier woonhuis, twee kamers achter elkaar. Maar dan kon je niet door een voordeur in die galerie komen, maar door een gang naast het huis. En dat heette van origine en nog steeds heette de Mangelgang, alleen door de familie van Dijk die Mangelgang dreef, afgesloten met een glazen deur. Als je die glazen deur openduwde, dan kwam je door die gang op een binnenplaatsje achter. Dan keerde je om en dan weer zo'n glazen deur en dan kwam je in de galerie met een grote afstap. En daar stond dan Grietje van Dijk en die zei dan, goedemorgen, even kijken. Heel graag mevrouw. En dan betaal je een kwartje en dan sloeg zij de kwartje op de kassa aan. Ze zingen. Nee. En dan kreeg je daar een kaartje en zei 25 cent in de kassa en dan kon je kijken. En die mevrouw stond er altijd in een vaal okeren stofjas. En die stonden naast die kassa, net zolang dat je uitgekeken was in het eerste zaaltje. En als je naar het tweede zaaltje ging, eigenlijk de voorkamer. De voorkamer, ja. Door een poort, dan deed ze een paar stappen voorwaarts. Om toch te controleren of je geen schilderij meenam, ongeveer. Ja, ja. Dat was een leuke sfeer. Ja. En meneer Van Dijk, de mede-eigenaar van die galerie, haar man, die was lijstenmaker voor de ploeg. Die heeft al die lijsten getimmerd voor de ploeg. Ja. En die schreeuwde naar de keuken tegen zijn vrouw, wie is daar? Tisting! Ah, goeiemorgen, Tissing! Ja. Maar je hebt hier Maarten van Dijk niet zo lang meegemaakt. Want in 63 is hij ermee gestopt. Ja, hartproblemen. Ja. Hartproblemen. Toen ging de galerie over. Ja. Albert Walkens. Ja. Annemarie de Kruijf, die namen. Ja. Ja. Albert Walkens heeft het overgenomen, 2 jaar. En toen heeft hij in de krant gezet een advertentie voor een oproep voor iemand die het ging doen voor hem. Want hij had op dat moment 2 galeries. Eén in Finsterwolde en 1 in Groningen. Nou, dat ging dus niet, er was te veel werk. Annemarie de Kruijf heeft er overgenomen en die is begonnen met een totaal nieuw programma. En ik moet zeggen, heeft het fantastisch gedaan. Ja, maar jij hebt toen ook bijna jaarlijks geëxposeerd in de Mangelgang. Ja, tot 68 toen het wegging daar, van de Lage Dra. Van de Lage Dra. Dit schilderij van Martin, dat deel uitmaakt van de tentoonstelling van Jordens in het Groningen Museum, dat werd voor het eerst geëxposeerd op zijn solotentoonstelling in de Mangelgang in 1962. Dat Martin Tissing in het Groningen Museum hing, dat gebeurde in 1965 samen met zijn vrienden Edu Waskowski, Henry de Wolf en Jo van Dijk. Samen vormden ze de groep GR4K en exposeerden de gestolde gasbel, een ludieke, provocerende tentoonstelling. Martin, vanaf 1990 heb je eigenlijk alle tijd gekregen voor de schilderkunst, hè? Ja, ja. 1990 ben ik door Minerva vanwege bezuinigingen in een wachtgeldregeling terechtgekomen. En sinds die tijd kan ik met veel plezier mijn hele tijd besteden aan schilderkunst. Ja, en de aandacht voor jouw werk is sindsdien ook steeds meer toegenomen. Ja. Meer exposities. Ja, meer tijd, meer exposities. Ja. Ja, en dat gaat goed. Nou, en nu, ter gelegenheid van Martins 70ste verjaardag, een verkooptentoonstelling bij Galerie Prentwerk aan de Vismarkt en een tentoonstelling bij Philip Elgers aan de Grachtstraat. En er verschijnt ook een boek. En het allemaal ter gelegenheid van jouw 70ste verjaardag, Martin. Dank je zeer. Van harte. Dank je zeer voor deze uitstelling.